In deze video vertel ik je alles over het sterrenbeeld stier. Namaste, ik ben Janine van Spiru. Stieren zijn geboren tussen 21 april en 20 mei. Ik ga je alles vertellen over deze realistische levensgenieters. Wat is de betekenis van dit sterrenbeeld? Het sterrenbeeld stier is het tweede teken van de dierenriem. Hij wordt geregeerd door de planeet Venus en is een aardeteken. Aardetekens houden zich graag bezig met het verfraaien van zijn of haar omgeving. Hoe zit het met de eigenschappen? Als levensgenieter zeg je moeilijk nee tegen een lekker hapje en een goed glas wijn. Jouw zelfvertrouwen leidt er ook toe dat je volhardend en vastberaden bent. Je wilt graag dat dingen op jouw manier gaan, vooral als je weet dat jij gelijk hebt. Jouw sterke overtuigingen maken het een ander lastig om je van het tegendeel te overtuigen. Stieren houden niet van veranderingen, maar zijn dol op de vertrouwde en alledaagse dingen van het leven. Waaraan herken je een echte stier? Stieren zijn erg gemakkelijk in de omgang, maar hebben meestal maar een paar echt goede vrienden die op één hand te tellen zijn. Dit komt omdat stieren loyaal en betrouwbaar zijn. Ze behandelen hun vrienden als familie. Hoe zit het met de relaties en vriendschappen? Stieren hebben veel behoefte aan genegenheid en fysiek contact. Ook ontvangen ze graag complimentjes. Stieren zijn betrouwbaar, zorgzaam, toegewijd en sensueel. Tekens die goed passen bij de stier zijn onder andere stier en weegschaal. Deze partners zijn elkaars steun en toeverlaat. Jouw stabiele karakter en kalme, warme aanwezigheid brengt de onevenwichtige weegschaal tot rust. Stier en steenbok. Beide zijn aardetekens en deze relatie zou stabiel en positief verlopen. Tussen deze twee zit het wel goed, omdat ze zich vertrouwd zullen voelen in een ontspannen relatie. Stier en schorpioen. Kan een goede match zijn, maar zijn wel tegenpolen. Kan de goede of de slechte kant op gaan. Het sterrenbeeld passende spirituele elementen en edelstenen. Het passende element bij stier is dus aarde. Met vrijdag en maandag als dag in de week en de yogahoudingen, katpose en brug. Edelstenen die passen bij de stier zijn onder andere saffier, aventurijn, rozenkwarts, heliotroop, rodoniet, shungiet en zonnesteen. Voor april is de diamant of de bergkristal de stiergeboortesteen. En voor mij is de geboortesteen de mooie smaragd. Ben jij een stier en herken je jezelf in wat ik net heb verteld? Laat het me weten in de reacties onder deze video. En wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.